kwam Lianne tegen en ik vroeg haar of zij bezig is bewust met suiker. En ik vind het wel leuk om even een praatje met jou te maken en jij vond dat ook goed. Want jij let bewust op suiker, vertelde je me net. Ja, ik let zeker bewust op suiker. En doe je dat al lang? Ik denk toch al 15 jaar. 15 jaar? Ja, dat is wel lang. Ja, 15 jaar al. En hoe ben je daar toen bij gekomen om dat te gaan doen? Ik kreeg op een gegeven moment last van mijn spieren. Spieren? Ja, ja. Een beetje reuma gevoel of een hele lichaam. Ja. En toen ben ik naar een natuurarts gegaan. En die vertelde mij dat dat heel erg met suikers te maken had. En die link had jij niet eerder... Ik zelf niet gelegd. Was je naar een regulier arts al naar voren geweest? Ja, wel vaak. Maar toen heb ik reuma onderzoek gehad. Om te kijken of ik misschien wel reuma had. Ja. Maar daar kwam helemaal niets uit. Nee. En dan heb je even met van toch. Hè, je krijgt last van je vingers, van je benen. En je was hartstikke jong dan. Ja. Je bent nu ook hartstikke jong dan. Ja, dat was eigenlijk naar. Is het. Als ik het goed bekijk, is het al eerder begonnen al. Met de geboorte van mijn dochter. Dat is al 30 jaar geleden. Ja. Dat ik toen de eerste reacties kreeg van waar heb ik last van. Ja. Nou, toen bleek dat ik een prikkelbare darm had. Oh. En dat de suikers daar heel erg op reageerden. Nou, die net van tevoren, dus die roepstaart. Ja. Die heeft mij dus erop gewezen dat ik gewoon meer op mijn voeding moest letten. En vooral geen suikers opnemen. En dat ben je toen gaan doen? Was het een hele zoektocht in het begin? Dat je dacht van, waar begin ik? Ik ben er op een gegeven moment op gaan letten. Met als ik iets had, of ik dan op lichaam klachten had. Ja. En inderdaad, als je erop gaat letten, je moet het wel heel goed zelf aanvoelen. Ja. En weer leren luisteren naar je lichaam. Ja, ja. En de eerste keer was het bij een warm biertje. Dat ik klein kreeg in mijn bovenbenen. Ik dacht van, is dat nou van het biertje? Letterlijk een bier in je benen zakken hoor. Of een slopwafel. Zeg maar, ook wel wat suiker in staat, begon ik dat gewoon te merken. Maar daarnaast had ik ook nog een lactose allergie. En een eiwitallergie. Vandaar die prikkelbare darm. Ja. Ja. En hoe snel zag je resultaat toen je inderdaad bewust met je voeding aan de slag ging? Na 3 weken. Dat is snel. Ja, en na 3 weken, maar ook voor je spieren rekoefeningen. Je spieren zijn dan helemaal versuurd. Ja. En als je dan echt oefeningen doet, vooral met je benen ook, want dat was het verkeerde gevoel. En na 3 weken merk je wel dat is fijn. Ja. Ja. Dus jij komt hier vaker. Je hebt daar heel veel producten inderdaad in je wagentje die je ook eet, zoals havermout. Dat is super lekker om je ontbijtje mee te maken. Ja. Maak jij er nog meer mee bij je ontbijt met havermout? Ja. Ja. Ik maak inderdaad havermoutbak, maar ik doe het zonder melk, met water. Oh, alleen water? Ja. Niet met rijstemelk of amandelmelk? Nee, dat heb ik wel gedaan. Maar ik denk dat ik ook een allergie heb voor een bepaalde reden. Ah, dus dan ben je nog even dus, kijken. Maar met water kun je het heel goed aanmengen. En dan met gekaste kokos